Er zijn een paar manieren. Ofwel is het iemand die we kennen waarvan je zegt van den die gaan we dat vragen, maar dat wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Omdat iedereen kan. Met Facebook zit je denk ik in twee stappen bij Barack Obama of zoiets. Dus dat is niet zo simpel. En de andere manier is om in die 3000 inschrijving te gaan kijken. Tja, wie zou een geschikte mol kunnen zijn? En om daar dan lang mee te gaan babbelen. Dus dat zijn de twee enige manieren waarop dat je kunt een mol vinden. En wat maakt in die denkwijze dan voor jullie iemand een geschikte mol? Dat is iemand van wie dat je veel vraagt. Hè? Want eigenlijk wordt die elke avond krijgt hij een briefing. En dat duurt 3 minuten. En dat zijn de enige 3 minuten van een dag waar dat je echt jezelf kunt zijn. En geen rolletje moet spelen. Dus dat is wel een opdracht waar je klaar voor moet zijn. En je moet dat ook heel graag doen. En ook een beetje kunnen acteren, een beetje een rol kunnen spelen. Want dat moet je uiteindelijk wel doen. Hè. Dus het is niet zo simpel.